Hallo lieve mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van DSTV. Deze week gaan we iets heel speciaals bespreken, namelijk de Deventer Schouwburg Jongerenambassadeurs. Over de Schouwburg. Dit zijn een aantal jonge mensen die voor jou voorstellingen bezoeken. Om te kijken of het wat voor je is. Deze jongerenambassadeurs bezoeken voorstellingen buiten Deventer. En die schrijven daarvoor een recensie. Deze recensies kun je vinden op de deventerschouwburg.nl. Dit doen ze om jongeren te motiveren om naar de Schouwburg te komen. Er is zoveel te zien in de Schouwburg. Zij proberen jou een impressie te geven van wat er nou eigenlijk te zien is. En of er misschien iets voor jou tussen zit. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik doe, maar dan op internet. En dan geschreven. Maar het is bijna net zo goed als dit tv-programma. Weet je wat? Ik zou even een paar van de ambassadeurs laten zien. Ik ben jonge ambassadeur van de Deventer Schouwburg. En dat houdt in dat wij naar voorstellingen gaan rondom Deventer, die daarna ook nog in Deventer draaien. We schrijven een recensie op, dat komt op de site. En dan werven we de jongeren die daar dan heen kunnen met de korting. Ik ben nu naar een aantal voorstellingen geweest. Naar Eenmaal de Musical laatst, dat was heel erg leuk. En naar Van Velzen. En ook naar Infodans. Dat is een voorstelling waar ik anders niet naartoe was gegaan, maar nu dus wel. En dat is echt ook heel leuk om te doen. Het is hartstikke leuk om te doen, want ik ga niet heel vaak al naar de Deventer Schouwburg. En nu kom je er toch wat vaker en je ziet veel meer verschillende soorten voorstellingen. Want normaal zou je niet zo snel bijvoorbeeld naar een dansvoorstelling gaan. En nu heb ik dat al wel gedaan. Naast de ambassadeurs gaat DSTV ook door. De voorstelling! En laat het nou net zijn dat ik uiteraard ook als een soort jongerenambassadeur ook een voorstelling weer voor jullie heb bezocht. Deze voorstelling komt maandelijks terug in Deventer. Met eigenlijk het concept dat je maandelijks een keertje op een vrijdagavond naar de Schouwburg kan en kan genieten van stand-up comedy. Met iedere vrijdag verschillende cabaretiers. Ik ben er ook geweest en ik had 4 cabaretiers. Niet allemaal even helemaal in mijn element of wat ik leuk vind, maar er zaten best wel talentvolle mensen tussen. Natuurlijk zitten er ook altijd dingen tussen wat je net iets minder grappig vindt. Maar omdat het er 3 of 4 zijn, zit er altijd wel iets tussen wat jou aanspreekt. Dit is een avondje optimaal genieten. Hartstikke leuk om samen met je vrienden of familie heen te gaan. Gewoon omdat het kan. En naast dat het top entertainment is, is het ook gewoon nog redelijk betaalbaar. Voor €14 zit jij daar al in de zaal. Het wordt gespeeld in de kleine zaal, dus het is ook nog behoorlijk persoonlijk. Het is een avond vol entertainment. 4 verschillende cabaretiers, dus ook 4 verschillende stijlen. En we gaan gelijk door naar de CKV-tip. De CKV-tip! En de CKV-tip van deze aflevering is geworden de cabaret estafette. Dit concept lijkt eigenlijk verdacht veel op het concept van Thank God It's Friday. Dus het past eigenlijk wel een beetje in deze aflevering. Het concept is dat 3 verschillende cabaretiers jouw avond gaan vullen. Wat wil je nog meer? Dus 3 voor de prijs van 1. Dus ook dit is de kans om kennis te maken met nieuw talent. En ze gaan niet zomaar slap uit hun nek lopen te lullen. Ze gaan het beste deel van hun show met jou delen. Het is geen wedstrijd, maar het is wel ongelooflijk vet. Op 1 avond krijgt het publiek 3 jonge cabarettalenten te zien die delen uit hun programma spelen. We spraken in Haarlem met Thijs Maas en ter bescherming van de jeugd over cabaretstafette. Het is 25 jaar cabaretstafette. We doen nu 1 jaar of 3 mee, sinds we het Leids Cabaret Festival wonen. Ja, 3 jaar, ja. En dat is toch altijd leuk, omdat het meestal een volle zaal is, ondanks de crisis. Ja, het biedt zo'n staalkaart van wat dat er in Nederland en ook zelfs een beetje in Vlaanderen van cabaret bestaat. Ik vind het fijn om mee te doen. Het is sowieso het begin van je carrière, van mijn carrière. Nu is altijd, wil je natuurlijk altijd spelen. Maar Cabaret Estafette is ook nog eens altijd in grote zalen, voor veel publiek. Zalen waar ik misschien wel nooit meer speel. Dat is het gekke eraan. En ik maak mezelf wijs, want ik echt niet weet hoe bleek ik zie. Maar het is een mooie ervaring, ja. Jan J. Pietersen is theatermaker en presenteerde Cabaresta Supervette. Hij gaat dieper in op dit evenement. Het gaat puur om de mensen te promoten voor hun avondvullende voorstellingen en hun verdere carrière. En ja, het bijzondere is dat dus de mensen altijd wel tevreden naar huis gaan, omdat er zit een opbouw in van
niet van goed naar beter, maar van meer ervaring. En dus na de pauze heb je altijd een optreden dat blijft hangen. Deze voorstelling kan jij op 27 april komen bekijken in de Deventer Schouwburg. En dan zou jij samen in de zaal zitten met Emilio Goodman, het bekende broertje van Javier Goodman. Lieve mensen, hartelijk bedankt voor het kijken en ik check jullie weer over 2 weken. En uiteraard zie ik jullie ook in de Deventer Schouwburg. Ciao!